Hier aan tafel, gentleman en trendwatcher Ajit Bakkas. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. In het nieuwe jaar meteen op onze eerste uitzending. Ja. Je bent de bekendste trendwatcher van Nederland, mag ik wel zeggen. Maar hoe ben je dat nou eigenlijk geworden? Nou, kijk, je moet een staat van dienst hebben. Ik doe dit werk nu een jaar of 20. Ja. En wat je doet, je bedenkt iets. Volgens mij is dat of dat aan de hand. Je werkt vanuit je intuïtie. En dan ga je bewijslast zoeken om te kijken of er onderzoeken of andere gegevens zijn om dat te bewijzen. En soms vind je die, maar niet altijd. Bijvoorbeeld 20 jaar geleden zag je de pinautomaat aankomen. Maar de banken lieten toen een onderzoek doen. En 90% van de burgers zei, wij willen geen pinautomaat. Wij willen een menselijke cashier. En zeg jij dan toch maar, het gaat wel komen. Het gaat toch maar komen, dus doe toch maar inderdaad. Ja. En dat is dan wat je doet. En als je dat dan 20 jaar doet en je hebt gemiddeld zo'n 70-80% per jaar dat ongeveer uitkomt, dan heb je een staat van dienst waar je dan verder mee kan. Hey, dus het leven kent eigenlijk geen geheimen meer voor jou? Jawel, dat blijft natuurlijk altijd verrassing. Hè? Net als een joker het kaartspel ook in de war kan gooien, heb je dat ook met trends. Nou, dan gaan we eens even kijken naar dit jaar, 2012. Ja. Een crisis is voorspeld en jij zegt dan meteen, knuppel in het hoenderhok, maakt mij eigenlijk niet uit, die crisis is best wel lekker. Hoezo? Nou, kijk, het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank zeggen, nou, de economie groeit misschien 0% of krimpt misschien een beetje. Maar dan zijn we toch nog even rijk als in 2011. Nou, er zijn veel mensen die de broek erin moeten aanhalen. Ja, oké. Okay. Maar goed, gemiddeld gezien valt het dus wel mee. Het is zo dat de werkloosheid toeneemt. Dus voor degenen die een baan verliezen, klopt. Het is inderdaad lastig. Aan de andere kant komen er oude banen verdwijnen en er komen nieuwe bij. Want de babyboomers gaan met pensioen. Er komen heel veel banen bij in Duitsland. We zien bijvoorbeeld dat heel veel jonge Grieken en Spanjaarden die nu werkloos zijn geworden, vergis je niet, de jeugdwerkloosheid in Zuid-Europa is bijna 50%. Dat is toch gigantisch? 50% van de jongeren onder de 25 is daar werkloos. Maar die gaan dus nu naar Duitsland en daar kunnen ze prima werken. Dus als onze jongeren maar Duits leren, dan is er niks aan de hand. Dan zouden we dus allemaal moeten emigreren, denk je ook? Nee, maar je kunt toch vanuit Arnhem of vanuit Nijmegen of vanuit Maastricht kun je prima in Duitsland werken. En wat denk je dan al die mensen die een tweede huis nog hebben? Nee, maar, kijk, die huizenmarkt, dat is inderdaad niet goed. En dat blijft dit jaar ook, maar dan moet je dus voorlopig dus niet verhuizen. En als je er inderdaad al verhuisd bent, je hebt nog die andere, misschien moet je hem gaan verhuren, misschien als studenten of iets anders voor verzinnen. Maar dat is inderdaad wel zo. Maar die huizen zijn ook veel te duur in Nederland. Kijk, je hebt op alles heb je weer een mooie uitweg. Oké, goed. De euro, laten we daar dan eens naar kijken. Blijft die nog in 2012? Ik denk in 2012 nog wel, maar ik denk dat die op den duur wel verdwijnt. Ik Waarom denk dat dan? Die met 5 tot 10 jaar verdwijnt. Nou, weet je, we hebben 150 keer eerder zo'n muntunie gehad in de wereld. En we weten eigenlijk dat zo'n unie alleen lukt als je er één land van maakt. Dus dan moet je al die eurolanden fuseren tot de Verenigde Staten van Europa, zoiets als Amerika, hè, de Verenigde Staten van Amerika. Maar als je dat wilt doen, moet dat dus door al die parlementen, grondwet moet gewijzigd worden, heb je referendum voor nodig. Zie jij nu, als er een referendum komt in Nederland, een meerderheid van de bevolking stemmen voor een fusie met Griekenland, terwijl ze nu al te horen krijgen dat hun pensioen lager wordt, omdat de Griekse schulden, meneer Wellink heeft het net gezegd, het geld komt nooit meer terug uit Griekenland. Dat wisten we natuurlijk allemaal al lang. Dus het gaat verdwijnen, die euro? Ik denk dat die op termijn gaat verdwijnen. Wanneer, en dat is jij? Eerder gebeurd. Hè? En het grappige is, de laatste monetaire unie was in de jaren 20. Dat was de Latijnse monetaire unie. Dat was België, Zwitserland, Griekenland, het hele zuiden. Toen hadden we nog gouden munten. En toen ontdekten de Zwitsers dat de Grieken de gouden munten vervalsten door ze aan te lengen met ijzer en zilver. Het gaat terug in de geschiedenis. Toen al oplichters. Dus toen gooiden ze de Grieken eruit. Maar 20 jaar later was zoveel ruzie dat hele gedoe verdween. Ik denk zelf dat het stervensproces nu niet 20 jaar duurt, maar een jaar of 5. En ik denk dat de Duitsers en de Nederlanders denken, even rekken, want dan kunnen we nog een beetje van het geld terugkrijgen. Kijk. Als we nu klappen, krijgen we zoveel mogelijk niet terug. Dat moeten we niet hebben. Het is, dit gedeelte is in ieder geval behoorlijk verduidelijk. Dank je wel.